Nou, het is weer een nieuw jaar, een nieuwe vlogweek. Ik heb 2 weken pauze of vakantie ingelast. En dat was ook heel erg fijn. Ik had het ook echt wel nodig. Nou, ik kijk er echt weer naar uit om te vloggen en mijn video's te maken. Ik ga zo ook over een video filmen voor woensdag. Maar ik merkte dat de laatste 2 weken van het jaar zwaar waren. Natuurlijk ben je ook hartstikke druk en dat zijn allemaal leuke dingen. Maar ik had het ook emotioneel... Ja, gevoelsmatig had ik het zwaar. Namelijk omdat ik een soort beeld in mijn hoofd had van misschien nog net 2018. Weet je, voor de valreep ga ik nog het jaar uit zwanger. Misschien ook omdat wij toen we begonnen, of toen we echt een keuze hadden gemaakt voor een baby, hadden we zo uitgerekend van, goh, als het snel lukt, hebben we voor de kerst een baby. En dat was dus kerst 2017. En toen... was kerst 2017, had ik nog geen baby, was ik nog niet zwanger. En toen dacht ik bij mezelf, nou zeker weten, kerst 2018 heb ik een baby. Of ben ik zwanger en dat is natuurlijk ook niet gebeurd. En ik denk dat in het einde van het jaar kwam die klap heel hard binnen. De kerst is soms ook heel gevaarlijke tijd hoor, het is een gevaarlijke tijd. Vooral als je echt van kaarsjes houdt. Ik heb mijn tafeltje verbrand. En er stond een van deze kaarsjes, stond zeg maar... voor een of andere reden zo. Het zit in de genen. Mijn moeder heeft ook altijd van die dingen. Vooral met kaarsjes. Dus ik moet echt gaan opletten. Oh, en deze heeft mijn oma opgestuurd uit Finland. Dit zijn ook van Itala en groen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik hou van groen. Dus dat was een superleuk kerstcadeau. En wat ik van mijn vriend heb gehad. Dat is nog helemaal gaaf. En dat zijn 2 kaartjes voor het concert van... Backstreet Boys in mei. En als tiener was ik een grote Backstreet Boys fan. Ik geef het toe. En nou, super leuk. Ik heb 2 kaartjes. En ik ga waarschijnlijk met een vriendin die het nog niet weet, dat ik haar ga uitnodigen. Juana is net terug van tennis. Wow, jij bent echt heel rood op die en ik wil jullie even laten zien. Gewoon echt. Mijn flush is net begonnen. Ik had niacine ingenomen. Echt net echt. Laat eens mama's rug zien dan, want dat kan ik niet. Oh, net of ik helemaal verbrand ben. Ja. En mijn oor, alles brandt. Dus echt, het gewoon, je voelt het zo gloeien. Oh, kijk even mijn armen. Hoe was tennissen? Dat betekent heel leuk. Heel leuk? Wat heb je voor kerst gehad voor tennissen? Oh, deze tas. Ik was even aan het twijfelen vandaag, hè. Zo van heb ik niet te veel roze. En toen zag ik een meisje, een ander meisje met dezelfde tas. Die kleiner was. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is voor iedereen. Ik vind het een hele mooie tas. Wat vinden jullie? Maar jij zei het maar zwart en wit en maar een beetje roze. Dit noem ik geen beetje roze. Maar jij wou deze tas, hè? Het is dinsdagochtend. Ik had heel graag naar Tiel gegaan vandaag. Maar mijn auto is stuk al een tijd. En afgelopen donderdag is hij naar de garage gegaan. En rip uit mijn lijf. Echt serieus. En mijn agenda die deel ik altijd zeg maar in blokken die ik dan vastzet qua tijd. Voor die specifieke dag. En ja, zo weet ik een beetje dan hoe mijn dag eruit gaat zien. En ik kan het dan ook een beetje wisselen. Want bijvoorbeeld hier in de middag heb ik nog tijd. En dan kan ik ook gewoon zeg maar bepaalde dingen die ik klaar heb ervan afhalen. En dan blok ik gewoon de rest van de tijd. Bijvoorbeeld voor editen of voor sporten of nou, zo. Ik had een super leuk kastje gezien hier. Want ik wil dit gewoon weg. Dit is gewoon echt tijdelijk. Die heb ik daar gewoon ooit neergezet. Omdat die uit de badkamer kwam. En de meubel die hier stond heb ik naar Juana's kamer gedaan. En dit was gewoon de bedoeling. Ik zet het even neer en ik vind wat anders. En zo ben ik al 9 maanden verder. Dus ik had een heel leuk kastje gezien bij de kringloop. En mijn moeder zou hem ophalen voor mij gisteren. In de hoop dat hij er nog was, omdat het maandag was en die pas open ging en nou, hij was al weg. Dus ik wil hier nog wat zoeken, want ja, ik ben hier totaal niet tevreden over. Ik heb gisteren ook in de middag gefilmd, maar ik denk niet dat ik dat ga posten. Ik wil gewoon... Ik kan zeggen wat ik wil. Ik wil gewoon een baby, klaar. Ik had gewoon heel erg moeilijk... Eigenlijk vanaf de laatste 2 weken van het jaar tot nu toe. Ik dacht, weet je, ik kom wel weer bij. Maar het heeft me heel veel moeite gekost nog om mijn gevoel gewoon om te schakelen. En ik wil niet vanuit gevoel leven, want het gevoel is zo bedriegelijk. En weet je, morgen kan ik weer lopen lachen. Dus ja, ik wil dat gewoon, ik wil niet toegeven zeg maar aan gevoel. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het gewoon echt, ik ben heel verdrietig geweest. Iedereen bedoelt het goed om te zeggen het komt wel en je moet gewoon geduld hebben en je vol aanhouden wint. En, maar als je zit in dit traject of in deze omstandigheden zeg maar, is het heel moeilijk. En natuurlijk, ik ga altijd uit van geloof en ik blijf staan in beloftes en ik blijf staan in wat in de Bijbel staat. Maar soms is het gewoon heel moeilijk. Ja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Als je gewoon daarin zit, dan lijkt het natuurlijk soms heel erg wanhopig. En weet je, voor een baby, ik denk er is geen vervanging. Ik kan niet zeggen, nou weet je wat, ik ga lekker verbouwen. En of ik ga een leuke baan zoeken. En dan is dat gevoel van de baby wel weg. Er is niks dat het vult. Het is pas gevuld totdat de baby er is. Ik neem nu 's ochtends probiotica in. En daarom mag ik een uur lang, zeg maar, na ik het erin heb genomen, niks eten. Trouwens neem ik ook Vitex. En dat blijkt dan goed te zijn om je cyclus een beetje te reguleren. Ja, ik weet het niet. Hij is duur, kost €30 per potje. Ik doe er 45 dagen mee, want ik neem 2 per dag, er zitten 90 capsules in. Ik heb nog geen verschil gemaakt. Eigenlijk van de pillen die ik neem nog niet. Zeg maar in mijn cyclus dan. Hè. Van de zomer had ik een cyclus van 87 dagen. En daarna kwam een snelle cyclus van 36 dagen. En nu zit ik op dag 46. En aan de hand van mijn gevoel en symptomen en zelfs een ovulatietest. Had ik een positieve ovulatietest. Maar ik heb geen ijsprong gehad. Mijn temperatuur is nooit omhoog gegaan. Dus mijn lichaam heeft het wel blijkbaar een paar keer geprobeerd. En het is gewoon niet gelukt. Dus ik zit nu op dag 46 en ik heb nog geen ijsprong gehad. Maar ik ga niet toegeven aan een gevoel van wanhoop of ja, verdriet heb ik wel. Ja, ik ga niet toegeven gewoon aan het gevoel van wanhoop. Ik moet gewoon sterk blijven en vertrouwen en hopen en geloven. En ik blijf gewoon positief, dankbaar voor alles wat ik wel heb. En daar ga ik gewoon naar kijken. Gewoon wat ik heb. De zegenen die ik heb, de liefde die ik heb van Juana, van mijn vriend, van mijn familie. En daar ga ik me gewoon aan vasthouden. Nou, ik heb een trui gehaald bij de H&M. Een hele zachte trui van binnen. En het was even ja, moeilijk, omdat ik natuurlijk met die kleurenkaart werk nu. En het is gewoon, ja, ik ben er nog niet zo handig in, zeg maar. Ja, dit oogt ietsjes lichter dan wat het in het echt oogt. Hij is wat rozer. Maar ja, hij gaat er wel in op, zeg maar. Als je een beetje die kleuren kijkt, zo, vooral deze twee, dan heb je het gevoel van, nou, hij gaat erin op. En wat ik heb begrepen is, je hoeft niet je alleen maar deze 42 kleuren te houden. Maar je kan ook zeggen van, het nuanceert. En ik heb het gevoel dat deze trui goed nuanceert daarin. Het is vandaag dinsdagochtend. Nee, woensdag. Hoe kom ik nou bij dinsdag? Ik ben echt nog de kluts kwijt. En ik loop nog zo. Omdat ik gewoon koud heb, want ik had de ramen open. Maar ik ben al klaar. Ik heb me al helemaal klaargemaakt voor de dag. Zo, ik ben net de deur uit geweest, dus ja, vandaar dat ik een beetje nog buiten adem ben en mijn haar ontploft is. Maar dit is dus die nieuwe trui die ik heb gekocht. Dit is dus mijn kleur. Dit is, ja, in ieder geval volgens mijn kleurenkaart is dit een kleur die mij goed staat. Ik moet even wennen aan het feit dat het voor mij wat lichter is, wat valer, zeg maar. Maar ja, weet je, het is gewoon een trui voor in huis en zo. Maar ik ben meer aan het experimenteren voor de kleurtjes, zeg maar, hoe dat valt. Ik zie wel dat mijn oog wit, zeg maar, vrij wit wordt. En dat is dan wat je dan zou moeten zien, zeg maar, dat je huid rozig wordt, dat je er gezond uitziet, dat je oogwit echt wit is. En dan weet je ongeveer van, ja, dit is een kleur die mij goed staat. Ik weet niet wat mijn haar aan het doen is trouwens. Ik heb gisteren gewassen en niet gekamd. Ik moet vandaag dus voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volwassenen en 2 kinderen koken. En ik ga een lasagne maken. Of 2 lasagnes natuurlijk. Ik ben naar de winkel geweest om een aantal spullen te halen. En er zijn natuurlijk dingen die ik altijd biologisch wil kopen. Sowieso dingen met tomaat en komkommers. Die dingen, zeg maar, die veel bespoten worden. Dus ja, ik haal deze saus. Het is gewoon tomatensaus met basilicum. Die haal ik bij de Ecoplaza. 1, 2 en 3. En dan heb ik nog gewoon van deze tomaten stukjes, zeg maar, blokjes. Ik haal deze lasagne. En het is volkoren, ook biologisch. En ik heb deze lekkere chocolade gehaald. Die was in de aanbieding. Het is een winterchocola met stukjes speculaas. Ik heb deze kaas gehaald. En dit is lactosevrij, glutenvrij, sojavrij. En eigenlijk is het gewoon vegetarian. Vegan. Niet vegetarian, het is vegan. En niet omdat ik dat ik vegan ben of zo. Alleen ik merk dat met kaas, dat heeft mijn vader ook. Dus met kaas op een lasagne, dan krijgen we echt wel last van onze maag. Vooral met zuurbranden, zeg maar. Dus deze, ik maak 2 lasagnes en 1 met deze. Biologische komkommer. De sla heb ik niet biologisch gehaald. En sla is echt zo'n ding, die wil je wel biologisch halen, omdat die best wel bespoten is. Het was een hele kleine kropje alleen bij de Albert Heijn wat biologisch was. En ja, we zijn met veel mensen, dus aangezien alles biologisch is, denk ik dat is een concessie die ik kan maken. Tomaatjes voor de salade. Nou, ik heb even de avocados gehad. Hier baal ik wel van, hoor. Dat die etenrijpen in een plastic zitten. Ja, nou ja. En ik ga jullie het verschil laten zien. Ik ga jullie gewoon het verschil laten zien. Kijk, ik ben heel eerlijk. Ik ben niet iemand die helemaal overboord gaat met het niet of zonder plastic kopen. Ik probeer zoveel mogelijk om dingen te bedenken of een beetje te kijken. Maar wees eerlijk, als je naar de Albert Heijn gaat, de Jumbo, de Lidl, wat dan ook, is het bijna onmogelijk om je eten plasticvrij te kopen. Ja, dus ik zal jullie even laten zien. Boodschappen van de Ecoplaza. Dit niet hoor. Maar dit zijn mijn boodschappen van de Ecoplaza. Glas. Glas, blik. Hier zit een klein stukje plastic in. En dit is in plastic. En dit is ook 100% recyclebaar. Dus dit is ook, kijk maar, een ecopack. En dit zijn mijn boodschappen bij de Albert Heijn. En zoals jullie kunnen zien is geen enkel product niet in plastic verpakt. Het is donderdagochtend. En ik kon zweren dat het woensdag was. Echt, de dagen lopen helemaal door elkaar bij mij. Maar mijn moeder is blijven logeren gisteren. Dus gewoon had op de bank geslapen met haar. We hebben zo'n grote bank. En als de kussens weg zijn en zo, dan is het ruimte genoeg om te slapen. Dus we gaan gezellig met z'n tweeën even wandelen. Mijn normale route. En dan kunnen we een beetje kletsen. En dan, ja, dan kijken we even nog wat we vanmiddag gaan doen. De vakantie heb ik dit apparaatje gekocht. Het werkt echt goed om alle pluisjes weg te krijgen. Die was een tientje bij de Mediamarkt. En Juana en ik zijn er helemaal aan verslaafd. Begin had ik dit dopje zo erop. Oh, ja. En ik dacht dat het zo was. Dus zo werkte. En ik, nou ja, hij doet het wel goed. En ik was een beetje teleurgesteld. Ja, dat zei je. Maar, ja, en ik zo, nou ja, weet je, want ik wou hem kopen. Dus ik dacht, ik kan nu niet zeggen dat hij niet goed werkt. En toen zag ik de instructies en ik dacht, oh, dit dopje moet er vanaf. Zo dom. Ik was gisteren met kenteken, kwam ik erachter dat ik kwijt was. En dus ik baalde, ik dacht, oh, nieuwe kentekenset, et cetera. En ik had in één keer zo'n ingeving, je moet de car wash bellen. Want ik was naar de car wash geweest. Dat zullen jullie in de volgende week zien in een video. En ik ben er. Hoe was het? Ik dacht dat je met oma aan het praten was. Ik was net zo ik dacht zo van... Het is zwaar. En ik zo van... En dat was niet oma. Dat was mama aan het vloggen. En in ieder geval, ik wou net de politie bellen. Want ik was net bij de garage voor een lampje. En die zeiden van... Ja, je moet melding doen. Want het is een kenteken. En, nou. Dus ik wou de politie bellen. Ik denk om een melding te doen of te kijken op de website. En in één keer kreeg ik weer die ingeving. Bel nou die carwash. Dus ik bel en dan zegt ze, ja, ik heb hier een kenteken gevonden. Dus ik geef de nummer op. En hij zegt, ja, kenteken ligt daar, ligt mijn carwash. En dus ja, goed hè? Hey. Maar dus kijk, het was sluimerdag gisteren. En toen ik even mijn Fiat uit gaan halen, ik dacht, ben het nummerbord weg? Ik dacht van, oké. Toen dacht ik, maar goed, we gaan aan de koffie. Nou, voor degenen die willen weten hoe het met mijn menus gaat. Dit is dan voor vandaag. Dat is kipragout met kastanje champignons. En dan heb ik voor koren basmati rijst. En zeg maar voor groenten zo is een beetje een frissere salade. En dat is een wortel en bleekselderijsalade met een beetje sinaasappel, olijfolie en mosterdressing. En nou, dat is een beetje te eten. En dan... Het werkt heel goed. En als jullie het leuk vinden misschien... dat ik een keertje zo'n menu deel met jullie. Dan laat het even weten. Dan zal ik het in de volgende video ergens onderaan zetten. En dan kun je gewoon een beetje als voorbeeld of zo kijken. Mochten jullie dat leuk vinden. Dus ja, ik ga nu lekker eten. Oh, het is zo donker. Ik was gisteren eigenlijk wel en niet helemaal thuis. Omdat mijn moeder op bezoek was. Dus ik wou gewoon daar aandacht aan besteden en tijd voor haar. We zijn gaan wandelen. We zijn even naar de kringloop geweest. En... hartstikke gezellig. En vandaag is een beetje zo'n dag van alles en nog wat. Ik ben aan het dweilen in huis. Ik ben net eigenlijk klaar. En even laten drogen. Dan probeer ik niet erop te stappen. Want op deze vloer zie je dan meteen echt... Ja, waar je dan stapt als het nat is, zie je meteen voet. Oh, hier zie ik nog iets. Nou, ik wil heel even al jullie comments beantwoorden. Ik vond het hartstikke leuk om te zien dat jullie ook echt uitgebreide comments hadden geplaatst. En ook jullie plannen een beetje voor 2019. Of dat jullie wat aan mijn tips hadden. Nou, dat vind ik echt heel leuk. En de reden waarom ik niet meteen comments antwoord is omdat ik echt gewoon daar tijd voor wil inplannen. Zodat ik goed kan zitten en echt jullie comments goed door kan lezen. En ook echt... En gewoon een goede antwoord terug kan geven. Niet zo van, ja leuk, dankjewel. Dus dat ga ik nu even doen. En terwijl mijn vloer aan het drogen is. Nou, en ik heb weer mijn paletpak aan. En ik ga weer lekker dansen. Het is al echt een lange tijd geweest. Dus ik kijk er echt naar uit om weer lekker hard te werken, zeg maar. Dus het is ook vrijdagavond. Dus bij deze wil ik mijn vlog afsluiten. Ja, ik kan er niks aan doen aan het licht gewoon de laatste tijd. Het is allemaal zo donker. Maar dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doei!